Zwembad Dukenburg in Nijmegen gaat mogelijk meer werken met vrijwilligers van zwemverenigingen en uit de wijk. Dat heeft werkgroep Zelfbeheer Zwembad Dukenburg laten weten. Op bepaalde uren zal nog wel personeel van de huidige Exportant Sportfondsen Nijmegen worden ingehuurd. Wijkplatform de Zevensprong Dukenburg pleitte twee jaar geleden al voor meer zelfbeheer van het zwembad. Er zijn veel oudere mensen die zeggen: Zolang ik kan zwemmen, hoef ik niet naar de dokter. Dus tel uit je winst. Vinden wij dat dit zwembad open moet blijven en dat we dat dan ook in eigen beheer zouden willen doen? In 2013 wilde het gemeentebestuur een streep zetten door het Dukenburgse zwembad. omdat het verliesgevend was en een teruglopend bezoekersaantal kende. Dat voornemen leverde veel protest op. Er werden bijna 7000 handtekeningen ingezameld en met spandoeken betoogd bij het gemeentehuis. Op voorwaarde dat er jaarlijks 200.000 euro zou worden bezuinigd, besloot de BMW van sluiting van het bad af te zien. Nou, wij vonden in de WMO-werkgroep dat dit iets was waar we ons mee bezig moesten gaan houden. En omdat de lijntjes met de voorzitter van de zevensprong sowieso heel erg kort zijn, waren we er snel uit dat we daar gezamenlijk actie in gingen voeren. Zij hebben vooral de, 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 de zorg gedragen voor de handtekeningen, samen met nog iemand, dikke, bij de 7000. En wij van onze kant hebben het een beetje pragmatisch een beetje uitgedacht van wat zou een goede vorm zijn. En met die vorm zijn we gaan onderhandelen, ook richting wethouden. Om de plannen voor meer zelfbeheerslagingskans te bieden, is volgens de werkgroep wel meer sfeer en vooral gemeenschapszin nodig. Ook moet er dan met hulp van de gemeente in de accommodatie worden geïnvesteerd. De gemeente heeft in elk geval een jaarlijkse bijdrage van 350.000 euro toegezegd. Betrokken partijen streven er nu naar om het bad op 1 januari 2016 aan een nieuwe beheerstichting over te dragen.